Vandaag een nieuw college over de farmacotherapie bij een otitis media acuta. Waar gaan we het vandaag over hebben? Eigenlijk dezelfde opzet zoals altijd. Ik zal beginnen met het bespreken van een korte casus om een situatie te schetsen van een patiënt die ook in de praktijk tegen kan komen met een otitis media acuta. Vervolgens gaan we het hebben over de achtergrond, dus iets over de pathofysiologie, over de epidemiologie, over de klachten die deze patiënten kunnen hebben. En vervolgens gaan we kijken naar therapeutisch beleid. Hoe kunnen we dit niet medicamenteus en dit keer ook een klein stukje chirurgisch behandelen. En tot slot zullen we terugkijken op de casus om te kijken of we het hebben begrepen. Of we de kennis die we hebben opgedaan kunnen toepassen. Nou, eerst de casus. Het gaat over Marjan Bos van 3 jaar oud. Een jong meisje dat eigenlijk verder helemaal gezond is. Het is allemaal goed gegaan in de jaren daarna, weinig bezoeken aan de huisarts. En nu komt Marjan samen met moeder op het spreekuur en moeders vertelt dat haar dochter sinds gisteren eigenlijk zieker aan het worden is. Was wat hangerig en heeft vannacht hevige oorpijn gekregen. En vanochtend hebben ze ook koorts gemeten, namelijk 39,3. En ze zelf vond in ieder geval dat ze wel een redelijk zieke indruk maakte en dat ze ook veel hoest. En dat duurde al wat langer, dat was al de afgelopen dagen. Nou, bij lichamelijk onderzoek zie je dat met name aan de linkerkant trommelvlies wat rood is. Is nog wel intact en niet bomberend. En je ziet er ook geen vocht achter het trommelvlies. Dus met name die roodheid speelt nu een rol. En rechts zien we eigenlijk weinig bijzonderheden. Mogelijk een iets verdikt trommelvlies, maar het is niet ingetrokken. En daar zie je geen roodheid. Verder ziet de keel nog wat rood en geïrriteerd. En met al aan de hand van dit verhaal en het lichamelijk onderzoek lijkt toch wel een otitis media acuta de meest waarschijnlijke oorzaken van de klachten die Marjan heeft. Goed, definities. Laten we beginnen met de otitis media acuta zelf. Wordt vaak afgekort als OMA, dus gewoon de eerste paar letters. En dat is een infectieuze ontsteking van het middenoor. En over het algemeen duurt het korter dan 3 weken en het begint vaak acuut. Dan heb je nog een recidiverende otitiden, dus de recidiverende otitis media acuta. En je spreekt van een recidiverende indien er meer dan 3 episodes zijn in een half jaar of meer dan 4 in een jaar. En dit is wel belangrijk om te weten, met name voor de therapie waar we het later over gaan hebben. Dan heb je nog de otitis media met effusie. Dat wordt vaak nog eens door elkaar gehaald. Otitis media met effusie wil zeggen dat er vocht in het middenoor zit. Zonder dat daar echt duidelijk een acute infectie heeft plaatsgevonden. Dus meestal presenteren deze mensen zich met gehoorverlies. Aangezien daar vocht zit, kan je wel voorstellen dat die gehoorbeentjes en dat de trilling in de trommelvlies dat niet goed kan doorkomen. Dus die mensen krijgen een geleidingsgehoorverlies. Maar die hebben dus eigenlijk geen klachten van echte acute oorpijn. Dus dat is een echt verschil. En je moet dit ook niet verwarren met een acute oorpijn met bijvoorbeeld een loopoor. Dat is gewoon een otitis media acuta namelijk. De otitis media met effusie is dus geen loopoor. Zoals je kan lezen, het is een gesloten trommelvlies met vocht in het middenoor. En geen acute oorpijn. En daarnaast heb je ook nog de otitis externa. Oftewel, dat is een ontsteking met name van de huid van de gehoorgang. En dat kan gepaard gaan met name pijn, jeuk, schilfering, roodheid. En ook dat kan wel het gehoorverlies leiden als het wat voorkomt te zitten. Nou, hoe is dat ook weer die anatomie dan? We zien hier de externe gehoorgang. We komen vanuit het oor, dus het rechteroor. Externe gehoorgang. En dan bots je op een gegeven moment, als je naar de ingaat, op het trommelvlies. Dus het trommelvlies. Daarachter heb je het middenoor, zoals hier ook aangegeven. En in het middenoor zitten onder andere de gehoorbeentjes, de hamer, het aanbeeld, de stijgbeugel. En ook de ingang van de buis van de Eustachius, wat richting de pharynx loopt. En wat zorgt voor drukverschillen en voor afvoer van vochten, noem maar op.
En dan hebben we hier de binnenoor. En dat bestaat natuurlijk uit het labyrint, waar het evenwichtsorgaan in zit. En de cochlea, waar we het gehoor mee kunnen waarnemen door middel van de zenuw. Dus het middenoor spreekt echt tussen de trommelvlies en het middenoor, wat wordt gescheiden door het ovale venster. En daar zit dan dus de ontsteking waar we het vandaag over hebben. Dus die externe gehoorgang, dat laten we vandaag buiten. En de binnenoor laten we ook erbuiten. Dus we hebben het alleen over het middenoor. Nou, hoe ontstaat zo'n otitis media acuta, nou zo'n oma? Vaak gaat het gepaard met een boze luchtweginfectie, wat vooraf gaat aan de oma. En hoe komt dat dan? Nou, zoals we weten, een boze luchtweginfectie is vaak viraal. En door zo'n boven de luchtweginfectie krijg je een verminderde functie van je trilhaar, minder de activiteiten, wat uideenvorming door en slijm. En daardoor krijg je een verminderde drainage. En dan komt die buis van Eustachius weer te kijken. Dus minder drainage in die buis van Eustachius. Ja, en als daar minder drainage is door slijm en uitdelen, ja, dan is dat natuurlijk een goede plek om te groeien voor bacteriën. En als die bacteriën zich gaan nestelen daar, dan kan je daar een otitis media acuta van krijgen. En we lezen het dus goed. Een otitis media acuta wordt dus ook vaak veroorzaakt door een bacterie, dus niet viraal. En dat zien we dus ook terug in de verwekkers. Hè. Misschien wel goed om voor jezelf even na te denken over welke verwekkers we dan verwachten. Het zijn ongeveer dezelfde verwekkers als die we zien bij veel voorkomende longontstekingen. En dan moet je denken aan de Streptococcus pneumoniae, de pneumokok, of de Haemophilus influenza. De Moraxella die zien we eigenlijk niet zo vaak hè, bij een longontsteking. Die zien we hier wel bij. En de Staphylococcus pyogenes ook niet. Die kennen we meer van de huidinfecties. Nou, in 20% van de gevallen als er gekweekt wordt, vinden we geen verwekker. Dus dat toont me weer aan dat het veelal bacterieel is. Maar wel veroorzaakt vaak door een virale bovenste luchtinfectie. Die heeft ervoor gezorgd dat die bacteriën zich kunnen nestelen door de verminderde trilhaaractiviteit en de uideenvorming. Nou, hoe vaak komt het dan voor? Nou, bij iedereen heeft het ooit wel eens een keer gehad. 50 tot 75% van de Nederlandse bevolking heeft ooit een keer een otitis media acuta gehad. De huisarts ziet het dan ook vaak, 10 per 1000 per jaar. En wat opvallend is dat eigenlijk het grotendeel kind is. En zelfs jonger dan 5 jaar. Dus 50%, meer dan 50% van de kinderen, van die mensen die dus met een autisme media acuta zijn jonger dan 5 jaar. En dat zien we ook toch in de incidentie van kinderen onder de 5 jaar, namelijk 100 per 1000 per jaar. En 10-20% van de mensen heeft in het eerste levensjaar zelfs wel 3 episodes. Dus dat zien we. Het is echt een klacht wat we vaak zien, maar met name bij de jonge kinderen. Bij volwassenen komt het veel minder voor. Dus de therapieën die we zo meteen ook gaan bespreken zijn met name voor kinderen gericht. Op kinderen gericht. Nou, hoe presenteren ze zich dan? Acuut oorpijn, dat is het belangrijkste. En daarnaast kunnen ze ook echt wel ziek zijn. En dus met name de jonge kinderen, die kunnen zich nog wel eens aspecifiek presenteren. Dus echt de kleine kindjes, de babytjes, 1 tot 2 jaar, die presenteren ze niet altijd met de oorpijn, maar die zijn eerder huilerig, hangerig en hebben ook wat gastro-intestinale klachten. Dus als kinderen met dat soort klachten komen, is het altijd goed om ook even in de oren te kijken. Of daar niet gewoon otitis media acuta speelt, wat je redelijk makkelijk kan gaan behandelen. Nou, daarnaast zien we dan ook een rood, soms bomberend en niet doorschijnend trommelvlies. Niet doorschijnend kan komen door bijvoorbeeld vocht wat erachter zit. En soms presenteren ze zich ook met een loopoor. Dan heeft de trommelvlies is een perforatie ontstaan. Dat gebeurt in ongeveer 5-10% van de gevallen dat iemand spontaan een perforatie van zijn trommelvlies krijgt. En dan krijg je een loopoor erbij.
Nou, over het algemeen heeft het gelukkig wel een gunstig beloop. Dus deze symptomen houden zich vaak niet langer aan dan 2 tot 3 dagen. Zoals je al kan zien, dus 80% is genezen zonder AB, dus antibiotica bedoel ik daarmee, binnen 2 tot 3 dagen. Nou, hier nog even hoe dan zo'n trommelvlies ziet. Dit is even een gezond geval. Hier echt hoe tijdens de otoscopie en hier dan even als schematisch getekend. Dus wat we kunnen zien, we zien hier mooi het trommelvlies, goed doorschijnend, niet rood, zit mooi gespannen. En we zien er doorheen, zien we de hamer, dus een van de gehoorbeentjes, wat je hier ook weer terug kan lezen. Kijk je nou in een oor wat echt ontstoken is, nou, je valt dan meteen op dat het veel roder is. Je kan er minder goed doorheen kijken. En mogelijk zelfs een beetje bomberend dit, hè. Dus we zien wel echt het verschil dat dit ontstoken is en dit niet. Nou, welke mensen hebben dan het groot risico op het oplopen van zo'n otitis media acuta? Nou, allereerst natuurlijk de jonge kinderen, want dat zagen we al terug in de incidentiecijfers. Dat het daar veel vaker voorkomt dan bij volwassenen. Maar de vraag is natuurlijk, hoe komt dat nou eigenlijk? En daar kan je misschien zelf ondertussen even over nadenken. Dan kom ik daar zo op terug. Nou, mannelijk geslacht, we zien het vaker bij mannen. Het winterseizoen speelt natuurlijk een belangrijke rol. In het winterseizoen zien we vaak die virale bovenste luchtweginfecties. Nou, dat is één van de oorzaken, hè, wat we hadden gezien bij die pathofysiologie. Rook of passief meeroken heeft natuurlijk ook invloed, met name die trilhaarfunctie, wat ik kan verzorgen voor verminderde drainage. Spenen in het dagverblijf is natuurlijk een bron van mogelijke infecties en adenoïdhypertrofie. Adenoïdhypertrofie, dus van de neusamandel, die kan natuurlijk vergroot zijn bij kinderen. En dat leidt ook tot een verminderde drainage. Nou, misschien heb je ondertussen al bedacht wat die jonge leeftijd dan voor invloed heeft. Hoe komt het nou dat die kinderen er klachten van krijgen? Nou, dat heeft te maken met de ontwikkeling van je buis van Eustachius. Die ziet op de jonge leeftijd er nog net even wat anders uit. Die is nog wat korter en loopt wat meer horizontaal en is wat breder. Allemaal factoren waardoor een infectie zich makkelijker naar het middenoor kan toemigreren. Korter, omdat hij een kortere afstand heeft af te leggen. Wijder komt hij makkelijker erin. Zo zie ik het in ieder geval voor me. En doordat hij horizontaal is, is die drainage verminderd. Dus dan kruipt hij makkelijker naar het middenoor toe. Nou, er zijn ook nog risicofactoren voor complicaties. Op de complicaties kom ik op de volgende slide. Dus waar ben je dan bang voor wat iemand met een middenoor kan krijgen? Maar de risicofactoren voor complicaties zijn echt bij de echt jonge kinderen. Dus onder de 6 maanden, dan moet je echt oppassen dat er geen complicaties optreden. Mensen met anatomische afwijkingen in het KNO-gebied, denk aan de platoschisis. Maar ook patiënten met het Down-syndroom. Ook zij hebben veelal anatomische afwijkingen in het KNO-gebied. Ook daar zie je vaak dat die buis van Eustachius anders is aangelegd, dat hij wat korter en wat horizontaler loopt. Dus dat valt eigenlijk onder de anatomische afwijking, het syndroom van Down. Ooroperaties in de voorgeschiedenis, behalve dan als je trommelvliesbuisjes hebt gehad, dat tellen we daar niet in mee. En natuurlijk immuungecomprimiteerde patiënten moet je altijd voor oppassen met infecties. Die hebben altijd een grotere kans op het oplopen van complicaties. Nou, over welke complicaties hebben we het dan? Allereerst iets van een chronische otitis media acuta, wat ook kan leiden tot een otitis media met effusie. Maar gevaarlijke zijn echt de trommelvliesperforaties. Hier zien we nog een keer zo'nzelfde beeld. Hè. Hier zie je trommelvlies, al niet echt mooi doorzichtig, hè, met gewoon een gapend gat erin. Dat kan gebeuren. Gebeurt niet vaak hoor, maar het kan gebeuren, daar moet je voor oppassen. Waar we ook echt voor moeten oppassen is een mastoiditis. Ontsteking van het mastoïd, hè, dus dat is een stuk schedel achter je oor. Wat we ook al bij het anatomieplaatje hebben gezien, heb ik niet bij stilgestaan, maar daar kan je nog even naar terugkijken. Kan ook heel gevaarlijk zijn, kan ook doorgaan naar je meninge, dus kan uiteindelijk ook tot een meningitis leiden. Dat is ook het laatste puntje waar we zo meteen op opkomen. En het andere is een fasciale sparesum. Door je middenoor loopt ook een deel van je nervus facialis.
En dat kan ook aangedaan raken. En dan krijg je een fascialisparese waarbij dus je mondhoek gaat hangen, maar ook je oog. En dat is dus ook het verschil tussen een fascialisparese en een beroerte, bijvoorbeeld een dia of cevia, waarbij het oog eigenlijk niet meedoet. Dan doet alleen het onderste gedeelte van het gelaat. Dat heeft te maken met de perifere en centrale aansturing van je gelaatspieren. Maar dat gaat iets te ver voor dit college, maar het is wel interessant om een keer terug op te zoeken. En laatste waarvoor het moet oppassen, die meningitis. Dat kan vanuit die mastoiditis ontstaan, maar kan ook uit zichzelf ontstaan. En daar kennen we natuurlijk de gevaren van. Nou, dan komen we uit bij de behandeling. Nou, allereerst niet medicamenteus natuurlijk en medicamenteus weer. Niet medicamenteus is het met name van belang om voorlichting te geven. En bij voorlichting moet je natuurlijk denken aan dat het vaak gewoon zelf herstelt. Dus je kan mensen geruststellen. Binnen 2 tot 3 dagen zijn, bij 80% van de gevallen is het voorbij, ook zonder antibiotica. Er kan een loopoor ontstaan. Dat kan soms heel fijn zijn, dat kan verlichtend zijn. Je kan je voorstellen als er veel vocht, pus, noem maar op, in het middenoor zit. Dat kan natuurlijk drukken tegen de trommelvlies of tegen andere structuren. En dat kan pijn geven. En als je dat ontlast, of als het ontlast wordt door een perforatie in het trommelvlies, dan kan de pijn natuurlijk afnemen. Nou, we moeten natuurlijk wel vertellen, hè, als er binnen 3 dagen die klachten echt niet voorbij zijn, dat je dan terug moet komen, ook als het erger wordt. Indien dat loopoor is ontstaan, dus bij een perforatie, wordt geadviseerd om niet te zwemmen. En dat is tweeledig. 1. Je bent natuurlijk bang dat er misschien andere bacteriën vanuit het water in het middenoor terechtkomt. Want je bent die barrière kwijt van het trommelvlies. En anderzijds kan het ook leiden tot duizelingen. Koud water kan de evenwichtsorgaan prikkelen. En daar kan je duizelig van worden en ook nystagmus van krijgen. En wat erbij hoort is slechthorendheid. Ook hier weer, wat ik al eerder had verteld, dat geleidingsverlies door vochtophoping. En dat hoort erbij. En dat kan wel eventjes aanduren. Dat kan wel zeker een paar weken aanhouden. Dus daar hoeft de patiënt niet zich niet zorgen over te maken als dat binnen een week nog niet weg is. Dat kan eventjes duren. Dat heeft wat langer de tijd nodig om te herstellen. En dit is eigenlijk over het algemeen wat we doen. Medicamenteus doen we vaak weinig. Behalve pijnstilling. Pijnstilling is wel echt een belangrijke in de therapie. Oorpijn, zoals je misschien zelf al weet, kan ontzettend pijnlijk zijn. Dus adequate pijnstilling is belangrijk. En paracetamol is daarin gewoon de eerste keus. Hieronder zien we een aantal doseringen staan die je kan geven. In principe geven we het gewoon oraal en anders rectaal als het niet kan door keelpijn of iemand kan niet goed slikken. Dan hoor je nog wel eens wat mensen zeggen over neusdruppels. Dus die decongestieve neusdruppels. Je kan denken aan de zoutoplossing, maar ook aan bijvoorbeeld de xylometasoline. En uit een Cochrane review blijkt dat eigenlijk geen meerwaarde heeft. Dus het wordt daarom ook niet aangeraden. En datzelfde geldt voor de lidocaïne oordruppels. Je kan je bedenken als ik daar gewoon wat verdovingsdruppels, lidocaïne in stop, dat pijnverlichting geeft, maar ook dat lijkt weinig effect te hebben. Dus pijnstilling in de vorm van paracetamol of eventueel ibuprofen als paracetamol, niks verbetert, is het beste advies. Antibiotica hoeven we eigenlijk tot het algemeen niet te geven. Want we zeiden al dat 80% binnen 2-3 dagen voorbij gaat. Tenzij er risicofactoren zijn voor de complicaties. Even herhaling, dat waren dus die kinderen jonger dan 6 maanden. Mensen met anatomische afwijking in het KNO-gebied. Mensen die de ooroperatie in de voorgeschiedenis hebben gehad. Behalve dan de trommelvliesbuisjes. En immuungecompromitteerde patiënten. Dan moet je overwegen om antibiotica te geven. Je kan het ook overwegen bij patiënten die echt ziek zijn. Forse algemene ziekteverschijnselen. En patiënten die na 3 dagen met adequate pijnstilling nog steeds ontzettend veel klachten hebben. Ook dan is gebleken dat antibiotica wel verlichting geeft. En ook de klachten sneller voorbij laat gaan. Als je dus antibiotica geeft bij patiënten die hier niet aan voldoen,
dan heeft het niet tot nauwelijks effect. Nou, je kan het ook nog overwegen bij kinderen onder de 2 jaar met een dubbelzijdige otitis media acuta. We weten dat bij patiënten met een dubbelzijdige otitis media acuta jonger dan 2 jaar, dat de klachten binnen 2 tot 7 dagen, dat in 50% van de gevallen de klachten binnen 2 tot 7 dagen voorbij zijn. Ga je antibiotica geven, dan is het niet 50%, maar 75% van de gevallen dat de klachten binnen 2 tot 7 dagen voorbij zijn. Dus dan is het te overwegen waard. En het bijna hetzelfde geldt voor patiënten die al bij de eerste presentatie een loopoor hebben. Dus die al snel een loopoor hebben gekregen en daarbij ook echt pijn en koorts hebben nog. Dan weten we dat de klachten van 40% naar 75% in de gevallen weg is binnen 2 tot 7 dagen. Dus dan, ook dan is het te overwegen waard om het te geven. Dus bij die bovenste moeten we doen en bij die overige 2 kan je het overwegen. Nou, wat geven we dan? Wat voor een antibiotica? Je kan altijd kiezen tussen iets van oraal of mogelijk iets lokaals. Nou, in principe geven we oraal antibiotica. En dat is dan amoxicilline. Dat verbaast je misschien niet. We hadden al gezien dat de verwekkers vergelijkbaar zijn met die van de longontstekingen. Dus de pneumokok en de Haemophilus influenzae. En die zijn goed gevoelig voor de amoxicilline. En dat geven we 1 week oraal. Is iemand daar allergisch voor, kan je het niet geven, dan is Cotrim de tweede keus. Doxycycline is hier dus niet het geval, zoals we wel zien bij de longontsteking. Dat heeft natuurlijk te maken dat je het niet bij kinderen kan geven. En ook macrolide geven we niet, en dat heeft te maken met resistentie. Dus Cotrim is de tweede keus, en dat geven we 5 tot 7 dagen. Nou, is het na 48 uur, dat houden we vaak aan, hè, als antibiotica geven ze dan nog geen verbetering, dan moet je of gaan verwijzen. Of we gaan dan over op de Aventin. Nou, wanneer geef je dan die druppels? Dat doen we in principe als er een loopoor is. Dus bij een loopoor dan kan je de druppels geven. Dat geven we vaak in combinatie met corticosteroïden. Dus dan geven we de hydrocortison met bazitracine en de colistine. En dan hangt het een beetje... En dat kunnen we dan geven. En dat laat echt zien dat goed werkt en dat dan ook voor korte duur is van de klachten. Als er een loopoor is. Kan het niet gegeven worden, dan stap 2 ofloxacine. Dat is een fluorquinoloon. Het zijn officieel oogdruppels, dus daar moet je wel op letten. Het zijn officieel oogdruppels, maar die werken ook goed in het oor. En je moet daarbij even opletten op de leeftijd en hoeveel druppels je mag geven. Dat kan je hier teruglezen. Dus bij een loopoor druppels en anders geven we gewoon een oraal antibiotica. En deze druppels laten ook echt een betere werking zien of snellere werking dan oraal antibiotica bij een loopoor. Nou, dan kan je nog overwegen om iets chirurgisch te doen natuurlijk. De paracentese, oftewel een klein sneetje in de trommelvlies brengen ter ontlasting. Nou, dat doet de huisarts in principe niet, dat doet alleen de specialist, dus de KNO-arts. En dit kan overwogen worden indien de pijn niet onder controle is te krijgen door middel van een adequate pijnstilling, dus paracetamol en een NSAID. Dan zou je dit kunnen overwegen, maar wordt dus niet heel vaak gedaan. Is vaak niet nodig. En bij de recidiverende otitis media acuta, hè, dus als je meer dan 3 episodes in een half jaar hebt of meer dan 4 in een jaar, dan kan je overwegen om trommelvliesbuisjes te nemen. Wat zorgt voor een betere drainage. Maar hier gaan we verder niet te diep op in. Nou, controles. Zo, je hebt je patiënt gehad, je hebt de voorlichting keurig gegeven, je hebt antibiotica gegeven of niet. Nou, wanneer wil je dan de patiënt terugzien? Nou, in principe is dat niet nodig. Vaak, het gaat binnen 80% van de gevallen, is het gewoon binnen 2-3 dagen voorbij, ook zonder antibiotica. Nou, je wilt natuurlijk wel terug als iemand echt zieker wordt. Als het niet werkt, hè? Of als na 3 dagen de klachten nog niet voorbij zijn. Want dat was dan weer een van de indicaties voor het starten van antibioticum. En als iemand al zelf een spontane trommelvliesperforatie heeft gehad, dan wil je iemand altijd terugzien. En dan hangt het er een beetje van af van wat er gebeurt. Blijft het loopoor persisteren, dus langer dan 1 week,
Dan moet de patiënt terugkomen, want dan is dat een indicatie van een antibioticum. Is het gewoon binnen een week droog, dan wil je na 2 weken, nadat je de patiënt hebt gezien, wil je een controle om te kijken of de trommelvlies zichzelf heeft gesloten. Is dat niet het geval, dan wacht je nog een keer, dan wacht je 4 weken. Dan heb je dus na in totaal 6 weken nog steeds een trommelvliesperforatie, dan is dat al wel een indicatie om een keer te verwijzen naar de KNO-arts. En dat zien we hier dan ook terug. Dus wanneer moet je iemand dan echt verwijzen naar de KNO-arts? Dat is wanneer er een mastoïditis is of een vermoeden daarvan. Als de antibioticum niet werkt, dat hadden we gezien, hè? Of augmentin geven of dan verwijzen. Bij de persisterend loopoor, terwijl iemand ook gewoon antibioticum heeft gekregen. Hier zien we die 6 weken in terug van een persisterende trommelvliesperforatie. En als iemand natuurlijk die frequent recidieve heeft, hè, want dan wil je trommelvliesbuisjes gaan plaatsen. Dat doet de huisarts natuurlijk niet zelf, dat doet de KNO-arts. Nou, je kan soms ook nog verwijzen naar de kinderarts. Nou, als iemand echt jong is en koorts heeft, maar ernstig zieke kinderen. En natuurlijk het vermoeden van een meningitis. Dan moet iemand natuurlijk direct naar het ziekenhuis, naar de kinderarts toe om opgenomen te worden. Goed, terug naar de casus. We hadden die Marjan Bos van 3, hè, die sinds gisteren hangerig was en nu hevige oorpijn met 39,3. We hadden een rood oor gezien links, een rood trommelvlies moet ik zeggen. En ze maakte een redelijk zieke indruk. En dan is de vraag, wat gaan we hierbij doen? Daarvoor wil ik jullie heel even wat tijd geven. Dus druk even op pauze als je het voor jezelf wil doen. En dan ga ik daarna verder met wat hier mogelijk is om te doen. Dus daar wacht ik nu even op. Nou, als je het voor jezelf bedacht hebt. Als we in deze casus kijken. Het is een gezond meisje. Heeft geen afwijking in het KNO-gebied. Is ouder dan 6 maanden. Is niet immuun gecompromitteerd. Eenzijdig otitis media. Nou, niet echt heel erg ziek. Redelijk ziek, maar niet een forse zieke indruk. Dan kom je toch al redelijk uit op dat er geen risicofactoren zijn voor complicaties. Oftewel, we kunnen Marjan naar huis sturen met pijnstilling, want ze heeft natuurlijk wel pijn, daar klaagt ze ook over. Hè. We kunnen haar pijnstilling, maar we kunnen ook uitleggen dat een antibioticum niet nodig is. Dat niet de oorpijn of de duur van de klachten zal gaan verminderen. Moeder kan verwachten dat Marjan na 2 tot 3 dagen, dus morgen tot overmorgen, alweer beter is. En is dat dan niet het geval, dan moet ze natuurlijk terugkomen. En ze mag zelf paracetamol bij de drogist halen. En welke dosering dan? Nou, meestal kinderen van deze leeftijd en gewicht geven 240 milligram 3 maal daags. Kan eventueel ietsjes hoger, ja, zoals we hadden gezien bij de medicamenteuze slide die ik liet zien. Als we een zetpil geven, dan kan je zelfs 30 milligram per kilogram geven. Dan kom je uit op 390 milligram zetpil. Nou, die bestaat niet. Dus dan moet je een keuze maken tussen de 240 of de 500. Nou, dan vind ik 240 iets beter. 500 wordt wel wat veel voor zo'n jong meisje. En waarom een zetpil? Nou goed, ze had al een rode keel. Pijnlijke keel. Misschien gaat slikken niet zo goed. Meisje van 3. Dan is een zetpil vaak wat makkelijker. Maar dat kan je ook gewoon goed in overleg doen met moeders. Dus dan komen we hierop uit. Ze hoeft in principe niet terug te komen. Ze had namelijk geen trommelvliesperforatie. Tenzij ze zieker natuurlijk gaat worden, dan moet ze terugkomen. Of als de klachten na 2 tot 3 dagen nog niet voorbij zijn. Want dan zouden we eventueel een antibioticum kunnen gaan geven. Ik hoop dat jullie het ook ongeveer zo hadden. Dan is het helemaal goed. En dat was het eigenlijk voor nu. Een korte presentatie. Dus natuurlijk ook een kort ziektebeeld. Ik hoop dat jullie wat aan hebben gehad. En als er vragen zijn, kun je altijd contact opzoeken. Succes!